eerder in de bondgenoten. De groep zoekt flink elkaars grenzen op tijdens een spontane prankoorlog. Wat de fuck? Maar als Jeremy aan Caspers koekjes komt, is de lol er meteen af. Dit zijn mijn koekjes, heb ik gebakken, blijf jij vanaf. Nu leg je die spullen terug en ga je zo snel mogelijk bij mij uit de buurt. Want ik ben dit helemaal zat. Het is niet de Jeremy Show. Bo laat er bij Jeremy geen misverstand over bestaan. Zijn flirt met Melanie is iets voor hier binnen, niet voor buiten. Ik zie niet voor me dat wij iets kunnen worden. Het is leuk voor hier. Maar ben je niet bang dat je hier ook emotional attached gaat raken? Ik vind het oké om mensen te verliezen uit mijn leven. Stel het wordt rondom Mel zo dat ik denk, maar ik wil straks ook nog bij jou zijn. Wat ik dus echt moeilijk voor kan stellen, dan wordt het moeilijk, ja. Nee, ik kan het ook niet voorstellen. Bo wil dus niet gebonden zijn, want je weet maar nooit wat voor lekkers er op je bad. Pad komt. Jouw teen zie je wel een keer op zand. Oké, ik wil iets zeggen wat ik niet zo chill vond. Kom eens dichterbij eerst. Nee, ik vind het disrespectvol als iemand anders zijn voet gaat likken waar ik naast zit. Nu ze Bo aan Donna Steen heeft zien sabbelen, moet Melanie voor zichzelf toch wel toegeven dat ze meer voor hem voelt dan alleen een fling. Ik vind hem wel heel leuk. Weet ik. Maar ik denk dat je uitgekast gaat worden. Ja, vroeg of laat. Sowieso. Want hij heeft gerijpt, heb ik gezegd. Hij kan mensen heel makkelijk voorbij laten tussen leven. Als jij niet bij bent, is hij met heel veel mensen aan het flirten. Ja, dan mag je. Zou ik bedoelen? Als je het ziet, zeg het dan. Ja, maar ik vind het moeilijk om tegen jou te zeggen wat hij wel niet doet. Dat is wel mijn teamgenoot. Ja, dat snap ik. Snap je? Wat zie jij als flirten? Mensen kusjes geven, mensen knuffel geven. Als jij niet bij bent, met andere mensen knuffelen. Ja. En mensen zeggen, kom met me liggen. Dat is voor mij meer dan flirten. Dus het is aan jou. Het is echt aan jou. Het is goed wat jullie zeggen. Alleen zit ik meer te denken van, oké, want ik wil echt naar jullie luisteren oprecht. En ik heb dat gevoel vandaag ook dat ik iets meer afstand wil nemen. Ik wil gewoon meer afstand. En dat is het. Knoost. Je hebt al lang geen nut meer, hoor. Oh, sorry. En daarvan val ik ook niet in slaap. Klaar nu, kutkinderen. If just for a minute I'd fall asleep and not dream about you. I hate to admit it, I'm out of ideas, I don't know what to do. Most of the times I think I'll make it through. When it's too fast, nobody knows. Ik vind het ook sneu. Ik vind echt veel ook sneu. Ben je oké? Nee. Wil je praten met ons? Ik weet het gewoon even niet. Kom even. Van. Helemaal kut. Kom maar. Kom er eens bij zitten, vriend. Kom. Ach, jochie, toch. Eenzaam zieltje van me. Je hebt het zwaar, hè, vriend? Ja. Wat vind je op dit moment lastig? Wat vind je op dit moment lastig? Ik zeg gewoon gisteren nog. Jullie houden geen rekening met me. Jullie doen de hele tijd beslissingen maken zonder mij. Vervolgens lig ik gewoon lekker in bed te slapen. En ze komen een stel randbieden binnenstaan. Terwijl maak ik me gewoon wakker. Maar ik denk wel dat we hier iets mee moeten doen. Maar ik denk wel, Cas, en daar moet je echt over nadenken of je nu niet op te reageren. Probeer ook te kijken in wat jij misschien anders kan doen. En nogmaals, ik geef je niet de schuld. Zij geven je vrij niet de schuld. Maar er komen natuurlijk dingen van twee kanten altijd. En ik snap dat jij je niet welkom voelt in de groep. Ik snap dat jij voelt dat het 3-1 is. Weet je, daar kun je niet tegen beginnen. Je hebt hele sterke punten aangegeven over dat mensen inderdaad hun eigen troep te opruimen. Weet je, dat een tijd geleden met z'n allen hebben gezeten dat ze zouden doen. Weet je, allemaal sterke punten. Maar op het moment dat jij dan op een gegeven moment persoonlijk gaat worden, dan gaan mensen die 3, 4, 5 goede punten hiervoor, gaan mensen op een gegeven moment scheiden. Denk ik, laat dat maar weer lullen. Daar gaan we niks meer doen. Weet je, zo is Kast. Gisteren toen we hier zaten, ik weet niet wie daarbij waren. Maar en Donna en Daan noemden je allebei echt een lieverd.
ergens op de grond, die assen. Met sleeps. Allee! Kan je straks liggen? Kijk dat het goed is. Ja, dat is beter. Zeg het maar. Ja, ga. Sorry, ik ben nog niet gewend aan deze borstel. Maakt ook niet uit. Maar je hebt ooit wel zo'n sigaar vastgehouden, toch? Ja. Om op te ruimen. Nee, ik moet wel vasthouden. Moeten zo, toch? Mm-hmm. Zo, en dan knip je. En dan zo recht, toch? Gewoon zoals recht. Ja, maar niet te hard trekken. Iets minder hard trekken. Klein stukje. En nou wil je daarnaast ongeveer net zo lang, toch? Sowieso. Ja, dat zou wel fijn zijn als het een beetje rechterlijn is, ja. Ik heb het vorige keer echt voor godsvermogen laten knippen. Nu doe ik het hier. Een klein puntje eraf. We doen gewoon echte inimini'tjes. Boos? Zullen we het gewoon even laten, denk ik? Ja. De haaien zitten elkaar wel in de haren, maar niet op een negatieve manier. Bij de gieren ligt dat net even anders. De irritaties van Casper zorgen ervoor dat hij steeds meer alleen komt te staan. Maar Daan is bezig met een plan om dat weer recht te trekken. Ik ga praten over de puntjes en communicatie, discussie, alleen maar ja maar. Ik krijg weinig het gevoel dat je echt luistert. Vaak erg koppig. Dat jij het moeilijk hebt, dat snap ik. En ik probeer graag te helpen, maar ik heb weinig het idee dat het heel veel terugkomt. Het glas is heel vaak half leeg. Heel veel kleine cynische opmerkingen met een negatieve ondertoon. Ik ben er echt klaar mee. Ik lig op bed. Ja. Zij komen als ze telt bielen binnen. Ja. Ze maken me wakker. Ja. En pas op het moment dat ik zeg, ja, hallo, ik vind het niet normaal. Ja. Gaan ze erover nadenken. Ja. Ik heb geen ogen dicht gehaald vannacht. Nee. Ik heb alleen maar lopen draaien en woelen. Er wordt nul rekening met me gehouden. Ten eerste heel veel waardering en respect dat je het probeert. Voor de vijfde keer of hoeveel het. Mm-hmm. Ik persoonlijk geloof daar niet in. Ik persoonlijk zie gewoon een jongen die gewoon te beperkte sociale vaardigheden heeft om dit überhaupt te bevatten, te omvatten. Ik stop geen moeite meer in dit bondje. Nee. Nul. Niks. Ze krijgen niks meer van me. Alles wat ze vragen is het antwoord nee. Ja. Als Joren namelijk toekomt, ik heb een leuk feestje georganiseerd, is het antwoord nee. Ja. Ik ben het namelijk helemaal zat dat er niets met mij overlegd wordt. Helemaal niets. Alles is moeilijk, alles is zwaar en alles is nooit net niet goed. Maar ik hoop dus dat ik dan kan uitleggen van, je bent sociaal en communicatief gewoon niet zo sterk. En doordat je zo hard er tegenin beukt elke keer, is het ook heel moeilijk om met je mee te bewegen en om echt een kapje te zien. Ik heb geen behoefte meer om in dat hok te slapen. Ik ben het gewoon zat. Ja, snap ik. Daarom probeer ik nu nog één keer op goede voet te komen met hem, met z'n allen. Ja. En dan zien we wel hoe het eindigt. Dat is links. Ah, fuck. Uitdaging dan. My heart. Hoeveel? Ja! Deze opdrachten zijn de perfecte manier om als groep samen te komen en te strijden voor heel leuke prijzen. Deze keer begint dat met een karaoke set voor 300 punten. Maar als de groep 600 punten pakt, komt er ook nog eens een snackbar bij. En gaan ze echt los, dan krijgen ze voor 900 punten ook nog een borrelpakket. Oh, dit is nou de enige van de jongens die we niet moeten verkloten. Tuurlijk doen we ons best. Ik heb nog nooit niet mijn best gedaan. Maar eerlijk, hoe leuk is het? Ah! Ik heb het gevoel dat we alles gaan winnen. Weet je wat het is? We hoeven alleen maar die snackbar te winnen. Dan kunnen we namelijk heel veel muziek. Ik weet namelijk een. Ja, de karaoke set moeten we gewoon winnen. Ja, dat is de eerste. Misschien moeten we wel rekenen. Groepsopdracht, dat zou ook kunnen. Zo blijven staan. Omdraaien. Ja, dan hangt het uit je. Omdraaien. Omdraaien. En nou kijken. Buitenste binnen. 3 keer 300, wat bedoelen ze daarmee? 3 keer 3 puntjes. Estafette. Oh, dat zou ik wel heel leuk vinden, hoor. Estafette. Ja. Wacht. Oh, sorry. Beste vossen, slangen, gieren en haaien. Jullie gaan vandaag weer met en voor de hele groep spelen. Woe! Yeah! Voor jullie kunnen weer een leuk event winnen. We gaan de camping opzoeken, waar de sfeer van de camping. Jullie blijven natuurlijk in dit huis en doen dat op de Midget Golfbaan. Als jullie 3 ballen in 1 hole slaan, dan krijgen jullie een karaoke set.
Zijn er 2 holes gevuld met 3 ballen, is de karaoke set en de snackbar. En zijn alle holes, 3 holes gevuld met 3 ballen, dan krijgen jullie ook nog een borrelpakket bij. Jullie krijgen straks per persoon 4 ballen in totaal. Jullie mogen een rij vormen, allemaal een club pakken en dan hier gaan staan. Wie wil er beginnen? Ik wil wel beginnen. Mensen die echt niks hebben gebruikt, ga als eerst. Gewoon, ja. Als je dus weinig vertrouwen hebt, ga vooraan staan. Want dan kunnen de mensen die best kunnen mikken aan het einde, mikken op wat nog moet. Dit lijkt misschien een makkelijke opdracht. Nee, zeker niet. Maar dat is het niet. En daarom krijgen jullie van mij nu 30 minuten om allemaal te oefenen. Wie wil de eerste club? Gewoon meppen, toch? Nee, maar wacht even. Wie heeft er ervaring mee? Mijn moeder is Tilburgs kampioen minigolf. Oké, Ed kan het even uitleggen. Ik ook. Ik werk op een minigolfbaan. Jongens, wacht even. Luister. Even wachten. Je moet eerst even aanvoelen. Jongens, even omdraaien. Ik ga het uitleggen. Iedereen 2 minuten oefenen. Ja, maar ik ga het even uitleggen. Luister. Als je rechtshandig bent, hier je dingen houden. Dit is je hand. Die leg je eroverheen. Je gaat iets door je knieën. Zorg dat die bal ongeveer... je neus precies boven die bal is, ja? Dan sta je zo en dan laat je je bovenlichaam laat je eigenlijk gewoon een beetje zo. En je gaat eigenlijk alleen je dingen doen met je schouders. Zo doe je. En je kijkt en dit is alles. Je hoeft maar een klein tikje te geven dat die bal verder gaat dan dat je in eerste instantie denkt. Oké. Okay. Oeh. Oh, dat dus ook. Weet dat dat ook nog kan. Gaatje. De bovenste is toch best lastig. Dat je snel te hard slaat. Probeer de achterste aan. Lekker dan. Oh. Kijk, nu heb je die feel. Nu heb je die feel. Beste deelnemers, wij gaan beginnen. Kaylee, je mag naar voren komen, een club en een bal pakken. Oeh, was dat ding zwaar. Oh, ja, staat er hier ook een, maar als je die wil, mag dat ook. Ik wil deze. Je krijgt 4 kansen om ballen in holes te slaan. Heel succes. Ga je gang. Dank. Laatste bal. Ja, het is oké. Okay. Jammer. Helaas geen ballen raak. Maar als jullie allemaal 1 bal raak schieten... dan gaan we ruim over die 9 ballen heen die erin moeten. Ja. Ja. Zo is dat, Jan. Preach! Yellow! Goeie houding. Jouw moment. Yeah. Oh. Ja, nee. Oh. Moeilijk, hè? Ja, nee, het is ook een geluk. Dat is bal nummer 1. Hang je uit. 1 bal. 1 erin, hè? Doe het maar eens na. Mooie schot. Ah, fuck. Ja. Deze gaat erin. Ah, oh, shit. 4 deelnemers geweest. Tot nu toe 1 bal raak. Jammer, Mel. Oeh. Ja! Jammer. Oh. Loser. Ik werk op een bowling center, niet in ieder geval baan. Ja, nou wel, hè. We hebben op dit moment 2 ballen gescoord. Ja. We hebben nog 7 ballen in de juiste holes raak schieten. Ja. Oh. Yeah.
6 deelnemers die zullen allemaal 1 bal raak moeten schieten. Ja! Ja! De karaoke set is binnen. Als die hierin gaat, is ook de snackcar binnen. Geen druk hoor. Geen druk. No pressure. Komt goed. Ah, kut. Goed gedaan hoor. Wesley. Yes. Jij bent. En die zit. De 4 overgebleven deelnemers zullen 3 ballen moeten scoren. Als we het hele pakket willen. Eentje hier en 2 daar. You got this guys. No pressure. Goeie bal, kap. Nou, top. Oh, bijna, bijna. You got this. Jammer, kappie. Middelste en onderste. Oh. Eduardo, je hebt nog 1 poging over. De onderste, just in case. Woo! Oh, yes. Het kan zo zijn, Naan. Als jij 2 van jouw 4 ballen in de onderste hol speelt, dan ja. Hoeft Bo niet eens. Nee, dat gun ik hem ook niet natuurlijk. Dus ik doe er maar eentje. Je doet er maar eentje. Heb je gedaan. Is er stilte? Nee, praat lekker, praat lekker. Succes. Ja, vriend. Moeten we gaan kletsen over haar leven? Of... Ja! Je moet er nog één. Nog 1 bal en jullie hebben de hele prijzenlijst. Maakt niet uit, jongens, kom op. Ja! Beste kandidaten, ik ben ontzettend trots op jullie. Want voor het eerst... Sinds het begin van dit programma is het jullie gelukt om tijdens de groepsopdracht alle prijzen binnen te halen. En dus hebben jullie een karaoke set tot je beschikking. Een snackkar. En een borrelpakket. Heel goed gedaan. We zien elkaar snel. Nou, dat was wel even goed voor de spirit in dat huis, zeg. Ik had wel het idee van, ik denk, ja, nee, dit wordt in ieder geval karaoke. Superleuk. Serieus wel zin in, nou. Lekker. Ik ben echt benieuwd hoe dat eruit gaat. Chippies, nootjes, worst, kaas, noem maar op. Ik denk wel dat en dat worst, kaas en zoiets. Ik hoop het ook, echt. En ik hoop zoveel wijn, ik hoop gewoon champagne, prosecco. Waarom gaat die deur niet open? Die zit niet tegenaan. Oh, te strekken, laat maar. Voor Donna is het vandaag dubbelfeest. Ze heeft toestemming van haar team om te bellen met haar vriendje. De man waar ze zo graag mee wil trouwen en die ze nu al een maand niet heeft gezien. Dus heeft ze een ton aan vragen voor hem. Wat voor vragen heb jij al opgeschreven? De meest standaard vragen van hoe is het en mis je me en dat soort dingen. Mm. Ook wat zie je van mij, dat vind ik wel belangrijk. Dat ik in ieder geval wil zeggen van wat je ook ziet. Ik denk echt elke dag aan je en het gaat als een achtbaan, dus het gaat wel goed, maar... Ik wissel wel nog, want dat mag hij best weten. Tuurlijk, dat gaat helemaal goed komen, meisje. Ik hoop dat het je lekker veel energie gaat geven en rust en weer liefde en zo. En kracht. Ja. Ja, I hope. Ik denk het wel. Ja, vast wel. De meiden gunnen elkaar de wereld. Dus als Melanie al een tijdje twijfelend op het punt staat om Bo te vertellen dat ze meer afstand wil, is Jenemy er als de kippen bij om haar een pep talk te geven. Ben je het aan het uitstellen? Ja. Ja. Ik moet mezelf moed in praten. Sooner is always better.
Voor jezelf eigenlijk. Tot daar kwam ik eigenlijk. Ja. Heere God in de hemel, Heere, dank u wel dat we samen mogen komen om u te gedenken. Heere, wilt u alstublieft bij ons zijn op dit moment? Wilt u alstublieft bij Donna zijn als ze zo meteen een telefoongesprek gaat hebben met haar geliefde Maarten? Wilt u haar alstublieft de rust geven, het zelfvertrouwen? Wilt u haar alstublieft de tijd geven dat ze de vragen kan stellen en de antwoorden kan krijgen waar ze op hoopt? Heere, wilt u er alstublieft voor zorgen dat als ze klaar is met het telefoongesprek, dat ze gelukkig, tevreden en trots mag zijn op alles wat er gezegd en gedaan is. Om Jezus wil. Amen. Nou, schatje, dankjewel. Donna is niet de enige gier die zich tot in de puntjes heeft voorbereid op een gesprek. Ook Daan heeft eerst alles op een rijtje gezet wat hij wil zeggen tegen Casper. En hoopt nu dat hij, in het belang van zijn bondje, dit rustig met hem kan bespreken. Ik heb best wel vaak het gevoel dat als wij een gesprek hebben, je reageert wel, maar je zegt niks over waar het werkelijk gaat. Nu is de reactie meer puur om te reageren dan dat ik echt het idee heb dat je dus luistert naar wat ik zeg en daarop reageert. Ja, dat heb ik al vaak gehoord. Ja. Als in, er zit dan iets in mijn hoofd wat ik wil zeggen, wat niet toepasselijk is bij hetgeen wat er gevraagd wordt. Maar als ik wil reageren op hetgeen wat gevraagd wordt, dan moet ik dat er wel eerst even uitgegooid hebben. Omdat het dan een soort van vastloopt in mijn hoofd. Het is wel heel vaak, ja, ik heb het hier opgeschreven als glas half leeg attitude. Voor mijn gevoel heb je een hele zware impact op mij hier. Bijvoorbeeld nu is ons groepje ineens helemaal kut. Jorim, Donna en ik zijn helemaal kut en we sluiten je buiten. Ik heb zelfs gehoord dat het overkwam of wij jou pesten. Nou, dat vond ik allemaal uitspraken. Die pak ik weer heel persoonlijk op. Omdat dat alles is wat ik niet heb geprobeerd. En heel hard gezegd, ik heb 5 weken lang lul ik tegen jou op totaal een andere manier dan wat ik ben. Probeer echt omwegen te verzinnen en in alles probeer ik zo meegaand mogelijk te zijn om te zorgen dat jij je wel begrepen voelt, gehoord voelt en dat je zie ik alleen voelt en doe merk ik mijn best op. Dat doe jij ook heel goed. Maar laat me even uitspreken voordat het is ook niet dit moet wel echt ook meer vanuit jou onze kant op komen of onze kant mijn kant. Iets meegaander zou denk ik voor jezelf ook je ligging in de groep en ook alles zoveel meer schelen. Maar Daan, ik vind het heel tof dat je dit naar mij brengt. Echt waar. Maar komt nu, en want nu komt niet over wat mij echt mijn best om naar je te luisteren. En het gaat ook wat mee te doen. Maar 1, ik heb geen goochelstok waarmee het ineens allemaal verandert. En 2, het feit dat ik met je praat, dat zegt eigenlijk al heel wat. Want tegenover Jorim ben ik uitgepraat. En dat komt gewoon omdat hij heel erg veel in mijn emmer zit. En dat voor mij komt hij er gewoon verder niet meer in. Ik ben er gewoon klaar mee. Maar, dat is maar gisteren komt hij er toch weer in. Ik ga je heel even onderbreken. Want ik praat heel de tijd vanuit mij. Ja. En jij praat heel de tijd over Jorim. Het boeit me niet hoe jullie liggen. Het enige wat ik probeer te zeggen is, probeer ook een beetje onze kant op te komen. De deelnemers mogen bellen met het thuisfront, al is dat niet goedkoop. Maar Donna wil na een maand zonder contact echt even haar vriend spreken. En dat mag van de gieren. Dus staat zij straks met de steun van God en een schrift vol vragen weer oog in oog met haar grote liefde. Oh mijn God. Oh, shit. Hoi, liefie. Hey, schatje. Hoi. Hoe is het? Het gaat wel goed met jou. Oh, ik ben zo blij om jou te zien. Ik mis je echt heel erg. Ja, ik jou ook. Ja, toch wel. Oh, je doet het echt zo fucking goed. Ja, echt? Ja, ik ben echt zo trots op je. Ik wil dat je weet dat ik echt elke dag aan jou denk. Maar hoe is het met jou? Ja, de eerste dagen waren echt super, super moeilijk. Omdat ik je gewoon heel erg miste. Ik heb uiteindelijk wel mijn draai kunnen vinden. En dat heeft er ook mee te maken dat ik gewoon zie dat jij gewoon aan het shinen bent. En gewoon helemaal je ding doet. Je bent gewoon echt jezelf. Ja? Kun je dat zien? Oh, dat vind ik wel echt fijn om te horen. Ik heb het echt oprecht heel erg leuk. Maar kijk wel elke dag naar onze foto en ik weet waarvoor ik het doe. Alleen, ik... ik weet niet. Ik ging daar heel sterk in en nu zit ik hier en ik kan niet met je communiceren. En ik denk gewoon van, zit het nog wel goed tussen ons? Ik ga twijfelen. Vanuit mij uiteraard wel, maar ik weet dat niet van jou en ik kan je niet spreken. Snap je? Ja.
Ja, dat is heel lastig. Ja, we hoeven niet met elkaar te communiceren om te weten dat het goed zit. Ik denk ook elke dag aan jou en ik ben elke dag met je bezig. Dus ja, ik ben met jou. Mooi dan. Nee, oké. Blijf gewoon jezelf, want je bent gewoon de mooiste persoon. Dankjewel, liefie. Oh, en ik moet nog even een boodschap geven van iedereen. Iedereen van de familie is aan het kijken, elke dag. En we hebben contact in de familie-app en we zijn super trots op jou. Oma Maya zegt dat je super dapper bent. Evi zegt dat je haar de tango moet gaan leren. En dat zie je goed. Ja, dat ga ik haar zeker leren. Er komen nog wat mensen bij om jou te zien, want ze zijn allemaal nieuwsgierig naar je en zwaaien. Ja. En ik hou van jou, hè? Hoi! Ja. Lekker ongemakkelijk! Wel fijn dit, hè? Hij vindt het heel ongemakkelijk. Ja. Wie maakt het? Donnie. Ja. Dankjewel dat we erbij mochten zijn. Daan heeft een stevig gesprek gehad met Casper en gezegd dat ook hij zijn best zou moeten doen om er nog iets van te maken. En die boodschap heeft de bakker even rustig laten reizen. Ik doe echt mijn best, maar ik doe al gewoon mijn best om gewoon ook hier mijn plek te vinden en ook hier gewoon te landen. Focus alsjeblieft op het positieve, want het ding wat mij het meest dwars zit bij jou is dat ik zie dat een man die normaal optimistisch is en die voldoening haalt uit de mooiste taartje dingetjes creëren, nu hier een half leeg glas type persoon is geworden. En als we dat kunnen fixen, dan denk ik dat jij het heel veel gezelliger gaat hebben, heel veel meer aansluiting gaat vinden bij anderen. En als je daar hulp bij nodig hebt, kom naar me toe. Maar start in de basis met zero fucks geven om omgeving op een altijd rustige, relaxte manier aangeven wat je grens is. En lekker denken, wat kan ik doen wat leuk is? Dan ga ik nu lekker saunaatje en dan moet jij lekker mailen. Goed? Ja, bedankt. Ja. Nice. Goed even gespraat te hebben samen. Gespraat. Ik vind het helemaal spraken te hebben samen. Dankjewel. Ondertussen heeft Melanie Bo nog steeds niet verteld dat ze afstand wil nemen. Het kusje? Ja hoor. En zo te zien is het advies van Jeremy om dat toch vooral snel te doen totaal niet doorgekomen. Heel af en toe. Ik kan het ook niet zeggen eigenlijk. Wacht, bedoel je? Geen boom, toch? Nee, hou op. Oh mijn god. Nee. Oh, listen, hear me out. Ik doe er helemaal niks mee, tuurlijk niet. Heeft niks aan de hand ook, hè? Maar heel soms is het gewoon een kleine mini tension. It's very sexual. Ja, en I'm exactly the same. Als je me emotioneel geld kan maken, vind ik dat heel wat. Daarom zei ik gisteren op een gegeven moment ook tegen me wel, do what you're gonna do. Want in mijn hoofd ben ik zelf ook conflicten erover. Wat bedoel ik? Ik was op goed mogelijk afgeschreven voor haar. Maar in mijn hoofd denk ik af en toe ook, het zal wel mijn voordeel zijn. Melanie heeft nog niet in de gaten dat ze anderen de ruimte geeft als zij meer afstand neemt. Maar misschien is dat ook wel iets wat je pas ziet van een afstand. Jongens, ik moet even zeggen, ik heb nu wel echt een thuisgevoel samen met jullie en ik. Jullie zitten wel echt in mijn hart. Dan kom door denken. Oh. Nee, echt waar. En ik dan? Je moet er leuk, hoor. Oké, ik ben blij. Wil je dit dragen met tafelzezen? Heb je het gedaan? Nee, maar ik ga niet heel bladen maken. Gewoon wanneer het moment er is. Jij doet ook niks schoonmaken. Wat wil je nou? Je spoelt shit een beetje af. Ik heb gespreid. En ook gepoet. Jij staat gewoon met bleek in je hand, doet het zo een beetje stoer. Knapper meid. Oh, je rijdt hard, mevrouw. Moet nog een lekker dekentje om je heen. Niet mij. Don't try it. Don't. Fucking hard. Ik heb letterlijk een neuk recht in mijn bek gekregen. I wash my hair today. Oh my god. I wash my hair today. Oh, did you wash your hair? Ik ging mijn dingetje vullen met water. Dus ik was daarmee bezig en ineens deed hij hem zo weg. Lapte hij hem neer op het haamrecht.
Dat deed je hem uit je hand? Ja. Ja, gewoon zo van let it go. En ik gaf me een kus op mijn wang en een knuffel. En ik dacht echt, oké, wat is going on? Nou, ja. Toen ging je weer weg, toen dacht ik echt van, hè? Oh ja, ja, dat snap ik inderdaad. Ik weet niet per se wat de intentie daarachter is. Want misschien is het gewoon zo'n persoon. Ja. Iedereen kussens geeft, maar het gaat erom, wat vind jij? En wat vind jij fijn, wat vind jij niet fijn? En dat jij eerlijk naar jezelf toe bent. Dat is wat belangrijk is. Ik wil natuurlijk het gesprek met hem aangaan. Ja. Ik wil gewoon zeggen, zeg maar, het zijn twee onderwerpen. Voorbeelden noemen, zeg ja. maar. En het zijn twee onderwerpen, zeg maar verwarring. Verwarring met hoe hij met vrouwen omgaat. En verwarring met wat hij tegen mij zegt. Dus in januari, als we in januari zijn, hè? Ja. Dan hebben we... Heb ik 8 maanden geen seks gehad. Wow. Just saying. Shit, dat is gewoon ongezond, denk ik ook. Dan krijg je astma. Nou, maar hoe lekker wordt die eerste keer weer dan dadelijk? Ja, heel lekker. Damn. Dan maakt het eigenlijk ook niet uit met wie. Moet niet overdrijven. Je vindt het niet leuk, maar het is niet moeilijk, toch? Om geen seks te hebben. Of heb je echt moeite om nu niet... Wow. Dat zeg ik nou dat ook... Wat bedoel je? Bedoel je, zeg maar... Je ik denk een beetje aan beide. Jawel, ja. Maar zo is waar dat je het ook... Dat er ook iets in jou zegt van fuck it, ga gewoon. Ja. Ga gewoon doen. Ja? Was het ook toen je met mijn bed kwam? Oh my god. Ik zweer... Nee, Bo. Eerlijk. Nee. Het maakt niet uit. Morgen in de Bondgenoten slaan de stoppen door bij Jorrit. Ik weet 100% dat jij bent. Elke keer wanneer jij in de badkamer komt of weggaat, is er een biertje. Fuck you. Hier heb je. Ah, fuck! Wat is het probleem? Mij beschuldigen staat helemaal fucking nergens op. Je bent echt gestoord! Tot morgen.